Goedemorgen. Ik ga beginnen met een anekdote. Ongeveer anderhalve maand geleden werd er bij mij thuis aangebeld. En er stond een jongen op de stoep en hij zag er vies uit. Hij was onverzorgd, zijn handen waren echt pikzwart. Hij had zelfs zijn haar geknipt. En zijn voortanden, die waren verrot, ontbraken. Hij had een fiets bij zich met allemaal plastic zakken aan het stuur. En ik vermoedde dat daar zijn bezittingen in zaten. En hij vroeg me geld. €5,65. Want dat was het bedrag dat hij nodig had om in het slaaphuis in Groningen te overnachten. En ik aarzelde. En ik voelde me overvallen door het feit dat hij bij mij thuis aanbelde. Want thuis, dat is mijn veilige plek. Daar, dat is van mij. Dat is niet publieke ruimte. En hij, ik raakte een beetje uit mijn, noem het maar, uit mijn comfortzone. Want ik ben ook kinderombudsman, vrouw. Ik zei tegen hem dat ik het niet prettig vond dat hij aanbelde. En vervolgens liep ik naar mijn huis weer in en ik haalde geld. En teruglopend dacht ik, ik wil van hem weten hoe hij in deze situatie terecht is gekomen. Dus ik vroeg hem, nadat ik hem het geld had gegeven, mag ik jou nou ook iets vragen? En dat mocht. En ik vroeg hem, hoe komt het dat jij hier zo rondloopt en dat je bij mij aanbelt? En toen was het alsof alle emoties er in één keer uitkwamen. En hij vertelde dat hij ontzettend moe was. Dat hij de afgelopen week alleen maar op straat geslapen had. Hij was in elkaar gezakt. Hij was door de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. En hij had daar een dokter gezien. En die dokter die had hem gezegd dat hij vooral goed moest uitrusten. En hij was de straat weer opgestuurd. En hij zei, dat uitrusten op straat, dat lukt niet. Want je wordt overal weggestuurd. En hij vertelde dat hij de afgelopen week, dat hij 3 bekeuringen had gehad van de politie vanwege dwingend bedelen. En hij vertelde dat hij als hovenier had gewerkt. En het bedrijf van zijn baas was failliet geraakt en hij kon zijn kamerhuur niet meer betalen omdat hij geen inkomen meer had. En hij werd zijn kamer uitgezet en kwam op straat terecht. En verder zei hij, ik ben opgegroeid in een pleeggezin en daardoor heb ik niemand op wie ik terug kan vallen. En hij stond op de wachtlijst voor begeleid kamerbewonen. En dat betekende dat hij zich iedere dag moest melden om motivatie te tonen. Om te laten zien dat hij nog steeds daar naartoe wilde. En per 1 oktober was er plek. En ik was geraakt en ik voelde me ook ondertussen ontzettend onmachtig. Hij kwam bij mijn huis en ik vond dat niet prettig. En voordat ik zijn verhaal had gehoord, was hij voor mij een willige, keurige persoon die mijn veilige wereld inkwam. En tijdens dat gesprek werd het een jongen waarvan ik dacht van jij hebt pech gehad in je leven. Je bent geboren bij ouders die jou niet hebben kunnen verzorgen. En ondertussen staat hij voor de kinderen en jongeren, en dat zijn ongeveer 5% in Nederland, die het in Nederland niet getroffen hebben. En als je kijkt naar kinderen en jongeren in Nederland in het algemeen, dan behoren ze tot de gelukkigste van de wereld. Maar deze jongen, die behoort tot de jongeren die kwetsbaar zijn. Kwetsbaar zijn in onze samenleving. De jongeren die vanaf jongs af aan vaak te maken hebben gehad met ongunstige situaties. Een ongunstige start, veel hulpverlening. Uiteindelijk belandend op een plek waar ze niet willen zijn. Kinderen, jongeren met een slechte kwaliteit van leven. Daar wil ik het over hebben. Wat bepaalt nou die kwaliteit van leven van kinderen en jongeren? En wat hebben kinderen nou nodig om goed op te groeien en om een goed perspectief te hebben op volwassenheid?
Ik heb me daar als wetenschapper, het werd net gezegd, ik ben orthopedagoog, ik ben ook jurist. En ik heb me daar in mijn wetenschappelijke carrière mee bezig gehouden. Met heel veel groepen kinderen die kwetsbaar zijn, om verschillende redenen. Kinderen en jongeren die leven in de marges van onze samenleving. Daar hield ik me als wetenschapper mee bezig. En dat zijn de kinderen en jongeren die ik als kinderombudsvrouw heel veel tegenkom. En als je nou kijkt naar de steden, dan zie je vaak dat in het centrum van steden, de kinderen leven die het getroffen hebben. Die vaak gelukkig zijn. Goede materiële omstandigheden, goede zorg, ouders die het kunnen betalen om met hun fiets, met bak en alles door de stad te rijden. En hoe verder je wegkomt, hoe minder het wordt. Gevluchte kinderen in AZC's, vaak aan de rafelranden van de stad of daar nog verder buiten. Kinderen in buurten aan randen van steden waar het minder goed is. Kinderen die verstopt wonen in vakantieparken en die aan het toezicht van iedereen, echt iedereen, ontsnappen. En dan krijg je dat kinderen problemen gaan ontwikkelen, gedragsproblemen. Kinderen gaan delictgedrag. Hè. Het zijn allemaal risico's hoor. En het geldt heus niet voor alle kinderen in die wijken. Maar we hoorden net het verhaal over de ene wijk in Utrecht met de levensverwachting die 10 jaar korter is dan de andere. Die kinderen met die kortere levensverwachting, dat zijn de kinderen die ik zie. En dat zijn kinderen die voor een deel gedragsproblemen ontwikkelen of delictgedrag laten zien. Die de steden onveilig maken. Maar ook de kinderen die in stilte ongelukkig zijn. Die niet gehoord worden, die niet gezien worden. En die mij vertellen dat niemand ziet wat ze waard zijn en wat ze eigenlijk kunnen. Wat heeft een kind dan nodig om goed op te groeien en om zich goed te kunnen ontwikkelen? En om daarachter te komen, zet ik eens in de 2 jaar een vragenlijst uit onder kinderen en jongeren. En ik vraag kinderen en jongeren naar de kwaliteit van hun leven. En dat die vragenlijst en dat wat we kinderen vragen is gebaseerd op wat ik in mijn wetenschappelijke werk deed. Namelijk kijken naar verschillende groepen kinderen en de kwaliteit van leven die zij hebben. En wat we weten is dat voorspellend voor een goede ontwikkeling, een goede sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook zeg maar een goede kindertijd en een perspectief op ontwikkeling, dat zijn 14 aspecten. En die aspecten die hangen met elkaar samen. En als die van voldoende kwaliteit zijn, dan kun je verwachten dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en dat ze ook hun leven een goede score geven. Nou, dit is de enige inhoudelijke dia. Ah, hij is er al. Die ik heb. Dit bepaalt de kwaliteit van leven van kinderen. Als dit voldoende is, als kinderen een goede verzorging hebben, dus dat betekent dat er thuis te eten te drinken is, dat het huis goed is. Als het thuis veilig is, dat betekent dat ouders kinderen veiligheid geven. Dus geen misbruik, geen mishandeling, et cetera. Als ouders kinderen liefde geven, liefde, aandacht. Als er structuur is, dat is heel Hollands, heel Nederlands, hè, ritme, structuur. De dag begint op eenzelfde manier, verloopt op eenzelfde manier. Dat geeft kinderen zekerheid. Ouders die het goede voorbeeld geven, is ontzettend belangrijk voor kinderen. Dat je ouders hebt die laten zien hoe je in het leven staat. Ik kan me herinneren dat ik ooit op een AZC was en daar heel vaak hebben ze wel iets voor kinderen, maar ze hadden niet iets voor ouders. En veel ouders op AZC's hebben hele lege levens. En wat ze bedacht hadden, was dat de ouders vliegers gingen maken. Vaders gingen vliegers maken voor en met kinderen. Nou, ik heb die kinderen nog nooit zo trots gezien. Want ze kenden hun ouders alleen maar van zittend op de bank en wachten tot er iets gebeurt. En opeens bleek dat zo'n vader of zo'n moeder een prachtige vlieger kon maken. Dat was heel, heel belangrijk. Het zijn van die kleine dingen.
belangstelling, hè? Weten van je kind, wat het gedaan heeft, hoe de dag gegaan is, dat soort aspecten. En continuïteit. Hè, dat eten krijg je niet alleen vandaag, dat krijg je ook morgen en dat krijg je ook volgende week. En je wordt niet alleen vandaag niet geslagen, maar ook jouw hele jeugd is eigenlijk zonder, hè, zonder geweld. Dat, die eerste 7 condities, die zijn bedoeld voor binnen het gezin. Of binnen de, ja, de samenlevingsvorm waar je in zit. Die andere, die hebben te maken met de plek in de samenleving. Je buurt moet veilig zijn. Respect slaat erop dat je gelijk behandeld wordt. Dat je niet gediscrimineerd wordt. Ook andere volwassenen moet je in je leven hebben. En die moeten ook nog eens een goed voorbeeld geven. Dus dat mooie voorbeeldgedrag van hoe je met elkaar omgaat, dat moet je daar ook zien. School. Goede school, goede vrije tijd, dat je je talenten kan ontwikkelen. Positieve contacten met leeftijdsgenoten. En ook hier geldt weer zekerheid en stabiliteit. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ook dit moet constant zijn. Nou, wat zie je nu bij kinderen die met problemen opgroeien? Ik begon met die jongen die dan uit het pleeggezin kwam. Maar we zien heel veel kinderen die in problemen opgroeien. Kinderen die in armoede opgroeien bijvoorbeeld. Kinderen die te maken hebben met hele complexe scheidingen. Of kinderen bij wie het thuis niet meer leuk is, waar de geweld thuis is, waar er gescholden wordt, waar het thuis niet veilig is. Wat zie je bij die kinderen? Die kinderen die beoordelen die kwaliteit van leven anders dan de kinderen bij wie er geen van dat soort gemelde problemen zijn. En wat zie je dan speciaal? Je ziet dat bij kinderen die in armoede opgroeien, dat ze niet eens in eerste instantie zeggen van ja, er is thuis te weinig geld. Maar ze zeggen het is thuis minder veilig. En mijn ouders gaan niet meer op een prettige manier met mij om. En er is stress. Er is continue stress. En als je kijkt naar die condities in de buurt of in de grotere omgeving, dan zeggen ze, ik woon vaak in een buurt die niet zo veilig is. En er is meer, ja, meer discriminatie. En het gaat op school niet goed. En mijn netwerk is kleiner. En weer dat aspect van zekerheid en stabiliteit, dat ontbreekt. En eigenlijk zie je bij kinderen die verschillende soorten problemen aangeven, vooral dat het gaat om zekerheidsstabiliteit, dat het op school minder goed gaat en dat er ook ja, thuis van alles aan de hand kan zijn. Maar het is lang niet altijd zo vanzelfsprekend of zo 1-op-1 als wij denken dat het is. Waarom vertel ik nu over die 14 condities? En wat heeft dat nou te maken met moed en wat heeft dat dan te maken met de stad? Heel even kort iets over mijn taak als kinderombudsman. En dat is bevorderen dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. En om dat te doen heb ik een aantal verschillende instrumenten die ik daarvoor kan gebruiken. En één daarvan is het gevraagd en ongevraagd advies geven aan bijvoorbeeld de regering en het parlement, maar ook aan lagere overheden, andere overheden en private organisaties. En dan doe ik ongevraagd onderzoek, soms ook gevraagd, en ik geef voorlichting. En steeds hou ik me dus bezig met die meest kwetsbare kinderen. Wat is nou het mooie, want ik hoorde zo die introductie, hè, en wat is nou je laatste oproep? Nou ja, dan denk ik, misschien is dit niet zo ontzettend spectaculair, maar voor mij is het vreselijk belangrijk. Want wat kan je nou met die 14 condities? Je kunt met die 14 condities bepalen hoe het met kinderen in Nederland gesteld is. Hoe het met kinderen in steden gesteld is. En je kunt dus kijken of bepaalde delen van de stad voor kinderen waar ze opgroeien, of die voldoende veilig zijn. Of het daar met school goed gaat. Maar ook of er binnen gezinnen die veiligheid is. En of ze binnen hun opvoeding krijgen wat ze nodig hebben. En die mevrouw zei, ik wil graag weten iets over participatie en iets over betrekken van kinderen bij hoe je zo'n stad dan inricht en wat er in de stad gebeurt. Als jij kinderen gaat vragen naar
kwaliteit van leven, naar hoe hun leefomgeving eruit ziet, dan krijg je informatie over de kwaliteit van je stad op alle niveaus. Dus als je dat vergelijkende beeld hebt, dan kun je het ontwikkelingsperspectief van kinderen en hun eigen visie daarop, door die kinderen te vragen, dat kan je met elkaar vergelijken. En je kunt kijken waar je stad perspectiefvol is en waar de kinderen zitten die geen kansen krijgen, te weinig kansen krijgen en die in hun ontwikkeling geremd worden. Wat ik zou willen en wat mijn oproep zou zijn, is bouw een stad voor en met de input van kinderen. In zekere zin begin je op nul. Maar richt die stad in op de behoeften van kinderen en creëer nieuwe behoeften voor kinderen. Laat kinderen kennis maken met een nieuwe wereld waar ze ook echt mee kunnen doen. Want wat je heel vaak hoort van kinderen is... En dat is ook wat ik merk binnen mijn werk. We hebben het allemaal over participatie. Iedereen wil dat kinderen betrokken worden. Maar als het moeilijk wordt, dan sluiten we kinderen uit. Als er moeilijke besluiten worden genomen, of het nu gaat om de zorg, of om ja, hoe richten we onze omgeving in, dan slaan we ze over. Dan gaan we met volwassenen met elkaar kijken. En als ik hier zo kijk naar de zaal... Ik heb volgens mij niemand van onder de 18 gezien. Ik heb vanochtend even gekeken. 2000 mensen zouden hier zijn. De zaal zat vol. Geen enkel kind. En wij hebben het over de ontwikkeling van de stad. En er is hier geen enkel kind. Misschien in de workshops hoor. Misschien op de andere plekken. Maar we nemen ze niet serieus. Terwijl als je dat wel doet... dan kom je op verrassende inzichten, verrassende dingen die wij niet weten. Terwijl we ze later wel ontdekken als we goed kijken. Dus betrek kinderen bij de inrichting van de leefomgeving. En wat gaat het je opleveren? Nou, het gaat je opleveren dat als je in die ene moeilijke wijk gaat kijken... Hè, waar het dan allemaal zoveel minder is en waar de levensverwachting minder goed is... dat je misschien daar ook nog wel ziet dat er differentiatie is. En dat het misschien in die ene wijk wel dat ene straatje is met diezelfde postcode... waar het beter gaat. Dus het gaat je ook verder weer helpen in wat er nodig is. Ik begon, en het thema van deze dag is moed, is lef. En wat ik zie, wat ik ook zie bij de kinderen die ik spreek, is dat moed, maar ook wanhoop, dat vaak heel dicht bij elkaar ligt. En als ik dan terugga naar die jongen die bij mij voor de deur stond. Het vraagt moed om bij een willekeurige persoon aan te bellen, aan een deur en om geld te vragen. Want de kans dat je als zwerver de deur voor jou dichtgeklapt wordt, dat je wordt afgebekt, dat je wordt afgewezen, dat je weggestuurd wordt met een fooi, die is heel reëel. En ik merkte ook bij die jongen in die ontmoeting dat toen hij kwam en hij me geld vroeg, toen had hij zeg maar zijn masker van degene die gewend is om bij iedereen te vragen en de deksel op de neus te krijgen. En toen ik hem vroeg hoe hij in de situatie terechtkwam, toen veranderde zijn hele expressie. En ik heb hem daarna nog verschillende malen gezien, want hij moest nog zo lang op die wachtlijst. En ik heb hem de ene keer vroeg hij geld. Meestal vroeg hij geld. Maar ik gaf hem ook water en ik gaf hem boterhammen. En op een gegeven moment ben ik naar het slaaphuis in Groningen gegaan. En heb ik gevraagd van hoe kan ik hem nou de komende dagen toch dat onderdak geven zonder dat ik hem geld geef. Want ik had ook van iedereen gehoord en geleerd dat je geen geld moet geven. Want dat schijnt niet verstandig te zijn. Dus dan kan je een soort strippenkaart kopen en dan kan hij zelf stempelen en dan kan hij zelf daar toch zijn. Dus het vraagt moed van zo'n jongere,
Maar het vraagt ook moed van een stad, van een bestuur, om te kijken naar wat kinderen en jongeren nodig hebben voor hun perspectief en om daar ook werkelijk rekening mee te houden. En dan integraal te kijken naar alle levensgebieden die het welzijn van kinderen bepalen en een visie ontwikkelen over ja, hoe je nou beleid maakt zodat kinderen wel dat goede perspectief hebben en dat ze wel goed kunnen opgroeien in uw stad. He, werkelijk horen wat kinderen vinden, aan hun visie passend gewicht toekennen en dat ook royaal meewegen in de keuzes die u maakt. He, richt een stad erop in. Qua omgeving, qua, ik heb het nu over gebouwelijk, maar ook qua zorg. Want ja, daar had ik ook een heel verhaal over kunnen houden. En groei hierin mee. Dit is ook wat het kinderrechtencomité het liefste zou zien. En dit is naar mijn idee wat kinderen werkelijk vooruit helpt. Niet alleen individueel kijken, maar ook vanuit een breder perspectief. Een perspectief op leven en ontwikkeling. Kijken naar hoe je de hele leefomgeving inricht. En zo'n omslag, dat vraagt moed. Eerst vaststellen wat voor kinderen belangrijk is voordat u kijkt naar beperkingen, blokkades, belemmeringen. Belang van het kind als eerste overweging en hier naar handelen. En dat op alle niveaus van besluitvorming en dan rond alle aspecten die de kwaliteit van leven van kinderen beïnvloedt. Zodat niet alleen die kinderen die al zo goed beschermd zijn een perspectief hebben, maar ook de kinderen die op dit moment, ja, voor mij, naar mijn idee, aan de rafelranden van onze samenleving leven. Dank u wel.